Welkom dames en dames en vooral de dames. Dames. Hey. Ja, dames. Vandaag spelen we Weekend League met nog een fantastische 12 uur en 26 minuten te gaan. Ik moet alle 30 van potjes nog spelen. Dit is wel al, laten we zeggen, niet van afgelopen weekend. Aangezien ik hier nog niet mijn heerlijke Ronaldo had. Ah! Dikke vette. Nee, volgens mij is deze Weekend League, ik denk 2-3 weken geleden, dus... Ja, ik wil jullie deze video leuk vinden, dus zeker een duimpje omhoog als je het lachen vindt dat ik al deze Weekend League potjes ga spelen. En abonneer op mijn kanaal, we hebben de 300k gehaald. Fantastisch, nu op naar de 400k en dan naar de 500. We hebben al zelfs de 301k, dus we hoeven nog maar 99k voor de 400k mensen. Abonneer op mijn kanaal. Het was een zondagavond, zo. Het was dus zondagavond om 19:30. Toen besloot ik mijn allereerste pot te gaan spelen. En ik kwam tegen een enorm matig team. Wat op zich wel logisch is. Eigenlijk, wie begint er in godsnaam zijn Weekend League om 19:30 op zondagavond? En dan snel komen wij op 1-0 door. Neymar! In de 28e minuut krijgen we een corner. En met mijn standaard tactiek die ik altijd gebruik, die echt goed werkt. Nou, is niet heel slim dat ik dit zeg als ik het zo bedenk. Aangezien, niet heel slim. Maar in ieder geval de bal komt bij Mbappé en hij scoort de 2-0. Lekker. Dan scoor ik daarna nog een sweaty goaltje voor de 3-0. Dan wordt het voor rust ook nog 4. Nee, maar. Zomaar. Maar een paar minuutjes later raakt de bal goed. Bam. 4-0. Rage quit. 1-0 in de Weekend League. Jongens, nog maar 29 keer winnen. Ik ben top 100. Dit is echt fantastisch. Na deze wedstrijd was het tijd voor de EA-enquête. Maar even serieus. Wie doet er in godsnaam een enquête na een potje Weekend League? Want of je bent blij en dan vul je alles goed in. Of je bent niet blij en dan vul je alles slecht in. Ook al was er helemaal geen delay en dingen. Maar ja. Oké. Okay. Ik netjes de enquête ingevuld. En toen kwam we tegen team 2. Opnieuw een slecht team. Neymar met de 1-0. Neymar ook met de 2-0. Neymar ook met de 3-0. Oh, geprankt. Hetzelfde goal. Oh. Hij maakt namelijk de 2-1. Maar daarna komt onze super Japanees aan bod. Trouwens, ik kreeg wat comments in mijn vorige video. Ik had namelijk een opmerking gemaakt over Koen van Rapen. Die zei dat Son geen Japanees, maar een Noord-Koreaan was. Son is een Noord-Koreaan, jij koude ezel. De comment van Koen van Rapen, mensen. Beetje zielig om je kijkers voor schut te zetten die een fout maken. Komma M. Zielig. Schut met een D. Blijf lekker schudden, Koen. Wat een absoluut fantastisch. Fantastische comment. Maar laten we terug naar de wedstrijd. Ik maakte de 4-1. Rage quit. Lekker. 2-0. Pot 3. Je gelooft het niet. We kwamen tegen weer een slecht tee. I'm not a rapper. Echt, I love zondagavonden. Sowieso lekker. Weet je wel, nog even lekker vrij. Nog even lekker vrij. En dan hebben we weer een zware werkweek. Even tussendoor. Dit heeft helemaal niks met de video te maken. Maar kunnen we niet iets starten zodat ze in de radiowereld even normaal gaan doen? Je moet eens luisteren op een normale dag naar de radio. En het gaat alleen maar over van, oh. Je werkdag is bijna voorbij. Eindelijk. Dan kan je lekker naar huis. Doe even normaal, joh, gek. Je werkt gewoon lekker. Werk is gewoon leuk als je iets leuks zoekt wat je leuk vindt. Wat een mafkees, joh. Een mafkees. Maar oké, laten we een beetje tempo eraan zetten. Want dit duurt echt allemaal veel te lang. Timo Werner voor hem scoort wel de 1-0. Dat was wel ietsjes minder. Maar al snel Neymar met de 1-1. Dikke vette. Dat is heerlijk. Daarna de man in vorm. Neymar! Met de 2-1. Wat een speler is dit. Neymar is zo goed. Vanaf de aftrap daarna, ja, ietsje minder. Fantastisch gekiept. Wat goed! Wat goed! Daarna scoren we wel al snel met Ronaldo de 3-2. Maar ja, ook logisch natuurlijk. Want ja, als ik deze pot niet zou winnen, zou het echt een slechte Weekend League zijn. En ja, dan zou ik jullie natuurlijk nooit laten zien. Dus logisch dat ik weer. Ha! Psych! Fantastisch! Geblokt. Echt fantastisch gedaan. Helaas krijgt hij hem wel mee. Leuk, fijn. En scoort hij de 3-3. En gaan we dan ons allereerste verlies leiden. Ha! Nee! 90 plus 4. Super sub Mane. Hoppakeetje. 4-3. Overwinning in de tas. We gaan 3-0 in de Weekend League. Pot 4. Weer een waardeloos team. We komen op 1-0 door Mbappé. 2-0 door onze smikkel in vorm. Neymar. Daarna kreeg Jeroen Guter last van iets. We weten nog niet precies wat. We zijn het aan het onderzoeken, maar het klinkt niet best. Dan hebben we de 3-0 door Son. Oh mijn god, moker Japanees. Hoe kan dit er niet in? Dan maak hij de 2-1. Ja, je kent de voetbalregel. Als ik hem kans niet afmaak, dan komt hij, ja... Ze komen door dit doelpunt wel op een achterstand. Siert, wat... Hè? Ik dacht alleen dat Jeroen Guter onwel werd, maar jij ook al. Son hierna wel met de 3-1. Neymar met de 4-1. En hij is weg, Gonloes. We gaan 4-0 in de Weekend League. In pot 5 tegen deze team niet heel goed, maar gewoon redelijk. We beginnen goed. Check hoe Mbappé heerlijk die Militao even helemaal het bos laat zien. Echt fantastisch gedaan. Militao is nog steeds op zoek naar Mbappé, heb ik gehoord. Daarna geef ik de paas op Son. Hij legt hem op Neymar en dan staan we 1-0 voor. Helaas heeft hij dan ineens een fantastisch extra kaartje gezet op Martial. Die krijgt ineens 135.000 shot power en je schiet met zijn links die bal bijna door het net. 1-1. Daarna Sonnetje met een heerlijk doelpunt. 2-1. Mbappé met een 3-1. Pogba met een heerlijke 4-1. En een rage quit. We gaan 5-0. In pot 6 kwamen we tegen een team met een icon. Voor de rest, ja, matig team. Maar met een icon. We komen ook al snel op 1-0 voor. En ik dacht van, dit wordt een easy potje. Hij scoorde alleen ook snel de 1-1. Toen dacht ik, dit wordt echt een moeilijk potje. Toen scoorde ik de 2-1. Lekkere rebound van Dembele. Ik dacht, dit wordt echt een easy potje. Dan wil ik een bal blokken met Ramos. Hij geeft voor. En ik krijg een panel tegen. Omdat ik hem neerhaal. Terwijl hij al lang voor had gegeven. En dat was ook helemaal niet mijn bedoeling om neer te halen. Ik wil gewoon die bal blokken. En krijg ik rood.
rood. Hoe is dit rood? Even serieus. Hoe kan je hier rood voor geven? In ieder geval moesten ze dus met 10 man door. Een keer in penalty. Midden. Koen, hij gaat door het midden. Ja, huts. Lekker. Goed tegenhouden. Dit is echt hut. Maar ik had wel een probleem. Want ik moest de hele tweede helft door met 10 man. En in de 75 minuut breekt mijn verdediging. Hij scoort. En we staan weer gelijk, helaas. In de 80 minuut krijgen we echt nog een grote kans met Neymar. Maar hij mist hem. Oh, Neymar. Je had er echt in gemoeten, jongen. Het bleef weer 2. Toen was het tijd voor verlenging. En helaas scoort hij ook de 3-2 in de verlenging. En staan we op verliezen. Maar weer is hij daar. Super Sub Mané met de 3-2. Ja, het is eigenlijk 3-3. Maar 3 rijmt niet op 2. Dus ik zeg gewoon 3-2. Het is eigenlijk 3-3. Dus ik sta nog niet voor. En toen 75 minuten lang gestreden met 10 man. Oh, gaat deze erin voor de winst? Jamie Vardy, doelpunt! Oh, man. Daar ging ook mijn controller helaas, zoals jullie kunnen zien. Ik was hier niet blij mee. Target eliminated. Hij maakte nog de 3-5 en ik verlies. Nee. We gaan 5 mee in de Weekend League. Vanaf pot 7 is het tijd om er wat tempo achter te zetten. Dit is mijn tegenstander. We komen op 1-0 door Neymar. 1-1 door Dembele. 2-1 Sonnetje. 3-1 door Mbappé. En 4-1 door Son. Hij ragequit. En we gaan 6-1. De volgende is dan even een goed team. Maar dat maakt voor ons natuurlijk helemaal niks uit. We komen 1-0 voor door Mbappé. 1-1 door Coman. 1-2 door Gnabry. 2-2 Neymar. 3-2 Mbappé. En we gaan 7-1 in de Weekend League. Pot nummer 9. Mijn tegenstander. Oh, weer een icon. Hij komt op 0-1 door Timo Werner. Op 0-2 door Coutinho. Dan scoor ik de 1-2 met Neymar. Ja, de halftime stats. Man. Ik scoor de 2-2 volledig verdiend uiteraard met Mbappé. De 3-2 met Neymar. Hij ragequit op 3-2. Waarom zou je dat doen? Geen flauw idee. En we gaan 8 in de Weekend League. Pot nummer 10 met tegenstander. Oh, hij heeft een Nee. Het is nu leuk geweest. Hij ragequit gelijk. En ik dacht van, oké, prima. Maar toen, fout in applicatie. Ik kreeg echt kortsluiting. Even dit mee. Ik ga net een keer lekker in de wielen. Krijg ik dit. Nou, ik mijn hoofd kapot geslagen tegen een aantal bakstenen. Bleek het eigenlijk niet eens een verlies had gekregen. Dus ja, prima. Niks mis mee. Nummer 10, mijn volgende tegenstander. Ja. En nou, 0-1 door Lacazette. 1-1 door Sonnetje. 2-1 door Sonnetje. 3-1 door Dembele. Wereldgoal. Absoluut wereldgoal. 4-1 door Son. En ragequit. En we gaan 9-1. En volgende tegenstander moet Ken misschien nog leren. Want ja, hoe speel je met deze twee spelers? Waar slaat dat op? 1-0 door Mbappé. Wereldgoal. Corner tactiekje. Ik zeg het je, het werkt. 2-0 door Neymar. Maar nu is de vraag: houden we deze voorsprong vast? Dat zie je na de reclame. Het antwoord is ja. We komen op 3-0 door Mbappé. Op 4-0 door Dembele. En zo gaan we 10-1 in de Weekend League. Daarna kwamen we tegen een team met. Mertens, Lucas. En een icon, ook een icon. In deze wedstrijd maakte onze heerlijke Son de 1-0. Daarna de bal goed binnengehouden en de 2-0 door Neymar. Hij maakte 2-1 met Rashford en voor de rest gebeurt er helemaal niks. En winnen we, gaan we 11-1. Echt lekker. De wedstrijd daarna komen we in het team met... Ik ga het gewoon niet meer zeggen. We komen 1-0 voor door Neymar, maar echt letterlijk meteen 1-1. Echt gewoon meteen. Gewoon meteen 1-1. 2-1 ook door Neymar. Die Neymar heeft deze weekend voor mij zoveel gescoord. Die gast is zo ongelooflijk goed. Wat een speler. Net voor tijd wordt het nog 2-2. Ietsje minder is dat weer. In de verlenging komen we voor door Mbappé. Maar dan, onze fantastische reeks. Kunnen we deze voortzetten? Ja, zeker. We zetten hem door. We winnen. En we gaan 12-1. In de wedstrijd daarna komen we tegen... Icon komen we tegen. We scoren de 1-0 met Son. En de 2-0 door Son. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Sonnetje ook een 3-0. Heerlijke hattrick. Zo, goal! Hij blijft maar scoren. Easy winnetje, 13-1. Ik weet mensen die nu op dit moment denken van... Koen, je hebt je weekend zeker niet zelf gespeeld. Jawel, echt. Ik heb het echt zelf gedaan. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ging gewoon echt lekker. Pot nummer 15. Ik kwam tegen geen icon. Oh mijn god. Ik weet niet wat er gebeurde. We kwamen op 1-0 door Kylian Mbappé. Hij scoorde de 1-1. Ja, een beetje een poepgoal. Maar ja, die tellen ook. Maar toen daarna gebeurde dit. Sonnetje, ongekend. Fantastisch doelpunt. Ik ben niet de enige die dat vindt. Die gaat er mooi in, zeg. Uitstekend doelpunt met een hoog. Om een bal goed te koppen heb je techniek nodig. En op dat terrein komt hij duidelijk niet te kort. Ja, inderdaad. Echt flink techniek voor nodig. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. We maakten ook nog de 3-1 met Dembele. En toen had meteen zat er genoeg van. Hij ragequit en we gingen 14-1. Ik heb nu de helft van de potjes gespeeld. Ik ga 14-1. Als ik dit doortrek, wat uiteraard gaat gebeuren, dan ga ik gewoon 28-2. Heb ik gewoon Elite 1 gehaald. Misschien wel top 100. In pot nummer 16 kwamen we in een goed team. Maar die rechtsback, geen flauw idee. Waarom maak je dan niet een iets beter team? Als je toch Darkus en zo hebt, dat trouwens een icon is. Maar Neymar scoorde de 1-0. En je verwacht het niet, maar het is echt zo. Hij scoorde ook de 2-0. En we gingen 15-1. Dat is letterlijk mijn beste Weekend League ooit. In pot 17 kwamen we weer tegen een prima, maar niet fantastisch team. Gewoon een decent team. Maar ja, op sommige avond, jongens, echt, als je tijd hebt, zou ik niet aanraden. Want je krijgt wel hartklopping en zo. Maar voor de rest is het oprecht wel chill om dan te spelen. Neymar scoorde de 1-0. Daarna kreeg ik een ongelofelijke onzin penalty. Een onzin penalty. Nou ben ik persoonlijk dit jaar echt heel sterk in penalties. Dan ben ik er wel. Ik denk gisteren achter gekomen dat je penalties ook kan timen. Dan
wist ik namelijk nog niet. Ja, heel triest. Ik wist dus niet dat je penalties moest timen. Ik dacht gewoon, wat is het voor raar iets dat je zo'n grote rondje krijgt altijd als je naar de hoek toe gaat. Maar dat valt dus op zich wel op te lossen. Maar hoe dan ook, ik scoorde penalty. Hij scoorde 2-1 met Ben Yedder. En het wordt daarna ook nog 2-2. Maar in de verlenging is er niemand minder dan Super Sub Mane. Hoppakee, met de 3-2. Maar houden we dit vol? Houden we dit vol? Het antwoord is zeker niet. Want deze, ik quote even Koen van Rapen. Besluit hem in de 120ste minuut dat hij 15-1 gaat te gaan aanvallen. Waarom doe ik dit? Nou, uit die aanval scoort hij de 3-3. Nou, en toen moesten we penalties gaan doen. Nou, zoals ik al heb gezegd, ik kon hier nog geen reet van penalties. Want ik wist niet dat je moest timen. Dus ik mis mijn eerste. Hij scoort. Ik mis mijn tweede. Hij scoort. En ik mis de derde. En hij scoort. En zo hebben we dus verloren. Gaan we 15-2. Jongen. Als ik gewoon niet was gaan aanvallen daar, had ik hem gewoon gewonnen. En wij hadden nu gewoon 16-1 gaan. Nu 15-2. En boos. De wedstrijd daarna moeten we tegen Ronaldo. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel een taaie. Maar niet voor Neymar. Want Neymar scoort de 1-0. Neymar, wat een ongelofelijke topper. En Neymar scoort ook de 2-0. Een kleine smikkel rage quit. En dan gaan we 16-2. Bij potje 19 was ik vergeten zijn team op te nemen. Kan gebeuren. Het was namelijk laat. Heel erg laat. Midden in de nacht. Dat was ook een probleem van deze dag. Ja, het was dus laat. Ik kon dus niet echt een pauze nemen. Normaal gesproken, als ik een potje verlies of zo. Wat ik dan doe is, dan doe ik even een half uurtje niks. Ik had nu deed. Dan moet ik een half uur laten slapen. En dat is niet fijn. Maar in ieder geval, dan moet je gewoon hopen dat je geen storing krijgt. Maar dat kreeg ik wel. Want kijk hoe hij deze bal met Mbappé meekreeg. Hij scoort de 1-0. Hij scoort ook de 2-0 met Mbappé. En zo verliet ik deze wedstrijd kansloos. En ga ik 16-3. Daarna gaan we even vooruit spoelen. Pot 20. Ik verlies. Jawel. 16-4. Pot 21 daarentegen, die win ik. Na verlenging win ik pot 22 ook. En dan gaan we 18-4. Wat helemaal niet verkeerd is. Nee, dat is gewoon prima. Potje 23 verlies ik dan wel weer. En 18-5 is dan toch wel weer gewoon eigenlijk een mogen scoren. Ja, van 15-1 naar 18-5 is niet heel erg goed. Pot 24 winnen we wel. En daardoor gaan we 19-5. En 19-5 is gewoon prima. Want er is Elite 2 nog gewoon mogen. Psych! Ik rage quit de pot erna. Want ik werd helemaal gek. En zo ga ik 19-6. Nu was er alleen Elite 3 nog mogelijk. Terwijl ik 5-10-1 ging. Ik mocht letterlijk 8-6 gaan. En nu moet ik 4-1 gaan. Ongekend wat triest. Pot 26 win ik daarentegen. En gaan we 20-6. Goud 1 is dus binnen. Yes. Persoonlijk doel behaald. En ik moest dus nog 3 winnen voor Elite. En ik had nog 4 potjes over in totaal. In pot 27 komen we voor de 185ste keer tegen Guardiola. Dat is trouwens een icon voor de mensen die dat niet wisten. Er wordt fantastisch verdedigd aan het begin. En zo komen we op 1-0 achter. Het was inmiddels op dit moment 3 uur 's nachts. Ik had 26 potten FIFA erop zitten. Dus ja, ik kon ook niet zoveel meer hebben. Voor mijn gevoel. Son scoorde naar de 2-0. Helaas niet mijn Son. En hij scoorde ook een 3-0 met Ben Yedder. Daarna krijg ik weer kleine kortsluiting, rage quit ik. Gaan we 20-7. Ik mag niet meer verliezen om Elite te halen. Potje 28. Deze moest dus gewonnen worden. 1. Voor de positieve vibe die ik dan maar zou krijgen. Weet je wel, dan ben je weer positief. En 2. Ja, anders heb ik geen Elite. Dus ik moest hem eigenlijk gewoon winnen. Ik begon lekker. Slechte paas van Mandy. En hoppakeetje, lekker hoor. 1-0 Neymar. Ah, het was zijn Neymar. En ik gaf die slechte paas. Ah, we staan 1-0 achter. 2-0 achter door niemand minder dan Son. Maar toen was het tijd voor de comeback. De comeback van de eeuw. Net voor rust kwamen we terug door een lekker goaltje van Neymar. Maar zijn Neymar scoort de 1-3. En zijn Neymar scoort ook de 1-4. Koen is er klaar mee. Koen gaat lekker slapen. Goud 1 gehaald. Man. Ik ging ongelooflijk 15-1. Met 20-8. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, mensen. Vond je hem nou leuk? En vond je hem erg huts? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik u graag snel weer bij de volgende video. Ik ga even huilen dat ik maar goud 1 heb gehaald. Dat ik 15-1 ging. De groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit zichzelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.